allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op die abonneerbutton en like deze video en druk even op het belletje, blijf je van alles op de hoogte. En als je lid wilt worden, lees even de beschrijving, dan kom je er vanzelf gegarandeerd eruit. Dus in ieder geval, ik ben weer thuis van het werk. Ik heb het erop zitten voor vandaag en Linda is thuis. Want daar is ze. Hallo Linda. Goedemorgen. Ja, wij gaan dadelijk de hort op. Maar we moeten op tijd thuis zijn, want de kapster komt vanmiddag. En dan wordt op tijd gehaald van school. Dus ja goed, dus in ieder geval, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. En geniet van de beelden wat we gaan maken. En we hebben een heerlijk weekend. Dus in ieder geval... Wij hebben de jas aan en kijk eens. Op naar de winkel. We gaan op naar de supermarkt. Dus we inlaaien en naar de auto. We hebben ingelaaien. Dus op naar de winkel. Yes. Wij zijn in Duitsland, maar ik was hier geweest. Dus ik ga even met Linda even naar binnen. Om haar dat ook te laten zien. Is wel leuk. Nou, we zijn uitgeshopt. We gaan nu naar de kassa. Wij zitten weer in de auto. En het is een stortbui in één keer. Kijk maar. Ja, in één keer. Ja goed. Maakt niks uit. We zitten toch hier bij de Aldi, dus dat is wel weer fijn. Ja. Op naar de Aldi. We hebben het een beetje overleefd. Ik grapje, we hebben het overleefd. Dus ja, Linda gaat de kar halen, want het regent nog steeds. Ja, het is niet zo hard als net. Dus, Linda gaat de kar pakken. Ondanks de regen. Linda heeft de kar, we zijn binnen. We gaan ook boodschapjes halen. En dan wandelen we rustig gang voor gang. We gaan naar de laatste gang in en dan zijn we bijna klaar. Wij zijn klaar. We hebben de kar redelijk vol, dus we gaan op naar de kassa. Moet even wachten. Yes! En we hebben de boel weer ingelaaien. Ja goed. Oh, wacht even. En we staan weer buiten. Nou, in ieder geval, de boodschappen hebben we weer binnen. We hebben gelijk even een broodje gepakt. En dan kunnen we die dadelijk eten. Maar eerst inlaaien. We hebben de boel ingelaaien. En dan ga ik even de kar terugzetten. Ja, super. Tada. Linda pakt de kar. Of heeft de kar gepakt en ik ga hem terugzetten. Oh, er staat geen muntje in. Nou, prima. Dus ja, op de auto. Yes. Like. Zo, ik zit erin. Kijk. Ik had ook vanmorgen die frikandellenbroodjes en een kaasbroodje ga ik nou ook eten. Dus ja. En de regen is opgehouden en de auto is nog wat vochtig. Maar goed, dus in ieder geval op de volgende keer. Supermarkt. En we zijn bij de next level. Oh nee, bij de Aldi. Nou, we gaan een karretje pakken en naar binnen. Linda heeft de kar. We gaan op naar binnen. Yes, we zijn binnen. We zijn bijna klaar. Nog even en dan... Tadaa. We hebben bijna alles. En dan gaan we weer naar de kassa. We gaan de supermarkt gaan we verlaten en we hebben de boel weer ingeladen. In de... Ja, tassen zijn we lekker vol. Hey Linda. Ja? Ja, dus, en het zonnetje schijnt weer. Heerlijk. Linda is even de kar terug aan het zetten en ik ga er even halen. Dus ja, rijd ik die kant op. Toedeloe. En Linda is ook gearriveerd. Dus op naar de laatste supermarkt. We waren heel eventjes thuis gestopt en toen moesten allebei even naar het toilet. Ja, we hebben het even binnen in de kamer gezet. Ja, dus dat laat ik straks wel zien. Dan gaan we even naar het tankstation. Ja. En dan gaan we naar de laatste winkel. Hè. Dus ja, nog ruimte. Ja, we hebben nog voldoende tijd. De thuiskapsel komt straks. Dat had ik al gezegd, Linda. Ah. Dus we gaan heel even verder en dan zien we ons thuis weer. We staan even bij het tankstation. Dus ik ga de auto volgooien. Ik heb weer getankt. Linda had even lekker gechilled. Dus in ieder geval, ik zeg tankstation, dankjewel weer voor de benzine. Ja goed, ik heb ze toch moeten betalen, daar niet van. In ieder geval, we gaan op naar de supermarkt.
Doei. En met het zonnetje in het gezicht zijn we bij de laatste supermarkt. Niet bij de Jumbo, maar bij Albert Heijn een keer. Ja, is wel leuk. Linda, even karretje. Dan op naar binnen. Kijk maar. Albert Heijn. Super. Yes. We zijn binnen. We moeten nog een paar boodschappen en dan zijn we ook klaar. Kijk. Het is rustig in de winkel hier. Is wel fijn. We zijn klaar, kassa. En wij gaan de winkel uitlopen. Kijk, en ik heb nog wat bananendozen heb ik. Dat is altijd wel handig. Dus in ieder geval, we gaan inlaaien in de auto. Wij zijn klaar met boodschappen doen. Ja. Dus in ieder geval, we gaan al richting huis toe en dan gaan we de rest even uitpakken. Yes, we hebben nog tijd om Daan naar school te halen, dus toedeloe. Wij zijn weer thuis aangekomen en ik ga me die jas uitdoen en de boodschappen even neerzetten. En dan laat ik het jullie zien, ja? En kijk eens, we hebben de hele zooi weg uitgelaaien. Kijk, we hebben hier crackers, 2 7-up, 2 Fanta, hebben we 3 broden, broodjes, kattenbakvulling, hier nog een brood. Dan hebben we hier koekjes, bisofon, theeworst, wiki, 2 Capri of zoiets, Capri Sun of zoiets, weet ik veel. Hier hebben we snoepjes, chocola, nog een koekje, vaseline. Dan hebben we chips, hebben we 5 zakken, haarshampoo voor de container, pindakaas. Aftershave, muffins, rode kool, paassnoep, dat leg ik even hier neer. Hier nog wat paassnoep, nog paassnoep, worstenbroodjes, pindakaas, knakworstjes, M&M's, witte bonen, tomatensaus. Voor de vaat, tomaatjes, ja, eieren. Geraspelde kaas, kip, roomboter, wat mandarijnen, allesreiniger, doekjes, shampoo of badschuim denk ik, hebben we 4 melk, hebben we 4 van die, ijsthee, dat hebben we, bakboter, wasverzachter, 4 frikandellenbroodjes, hebben we nog sponsjes. Hier bij de DM hebben we die gekocht, onder de 5 euro. Haarborstels nieuwe voor de vaat. Kijk, hebben we hier 2 keer tandpasta. Nee, dat is geen tandpasta, want dat is zelf. Was ook bij de DM. Ja, hebben we Antical, ook voor de vaat. Kattenmelkje. Kijk, dit is leuk hè. Mini. En groot, hè? Miniatuur en groot. We hebben 4 shampoo. Kijk, deze. Niet gesponsord, zelf betaald. En dan hebben we hier wat carnavalspullen. We hebben 2 flesjes bier. Aardappelen. We hebben vlees. Cola laten zien. Cola, ja, neem maar mee. En toen miste ik het gehakt. Maar dat is hier. Dan hebben we hier 2 keer smeerkaas. Lekkere koekjes, dan hebben we 2 keer kaas, erwtenwortelen, lekkere spaghetti, wat we gisteren hadden, komkommer, roggebrood, nog een chocolade eitjes, dan hebben we hier rode kool, broodjes, en deze zag ik. Is voor aan de muur te bevestigen om ja, bezem en dat soort dingen allemaal eraan te hangen. Ik zeg tegen Linda. Kostte maar 5 euro per stuk, dus kijk maar. Zo. Ik zeg, dat is niet duur. Ik zeg, kunnen we dat meenemen? Dus goed. En dan heb ik hier nog wc-papier. En dat heb ik gekregen van mijn ouders. Daar zit er iets van. Deze. Kijk. Oh. Zie je, die kleurtjes zitten erin. En dan had je hier potloodjes met een... Een gum en een
puntenslijper. En dan had je hier, kijk, schmink. Allerlei kleuren. Is goed voor de carnaval. Is op waterbasis. Dus dan hebben we hier nog ijstee, appelsap. En deze rest zijn we naar Albert Heijn, zoals jullie zien. Dat is nou momenteel in de... in de reclame, dus van die vaantjes zijn dat. Ja, daar hebben we er twee van gekregen. Dus ja goed, dat is wel hartstikke leuk. Ja, in ieder geval, we gaan de boel opruimen en dan ja, kom ik zo bij jullie terug. En we hebben de boel allemaal opgeruimd. Dus in ieder geval, het heeft een mooi plaatje had het gekregen. Dus in ieder geval, de ijskast is weer rijkelijk gevuld. Dus in ieder geval, oppie toppie en spreek ons dadelijk. Ik ga dadelijk ga ik Daan halen, maar dan gaan we nog even rust. Kunnen we nog even zitten en chillen. Peace. Ik heb mijn jas aan. En dat is weer een hele tijd geleden. We hebben even lekker gechilled en lekker gezeten. Dus nu zie ik dat het tijd is om Daan van school te halen. Dus dat gaan we ook even doen. En dadelijk is de kapsel hier. Toedeloe. Zo ziet nou mijn haar eruit. Zie je? Zo. Yes. Daan is ook weer thuis gekomen en ik ga de tas even opruimen. Hij heeft vandaag die gymles gehad. Had hij 2 keer per week, hè? Heb je gymles, hè? Ja. Op de dag dat hij moet trainen. En einde van de week had hij dan ook weer. Dus dat is dan wel mooi. Dus in ieder geval, ik ga even de spullen opruimen. Nou, het is even een dingetje geweest, maar het is goed gekomen uiteindelijk, daar niet van. Maar de kapster had het vergeten vandaag. Dus die komt nou over 2 weken pas. Dus. Maar dat maakt niks uit. Dan, ja goed, dan gaan we even andere dingen doen. Want ik moet sowieso even naar mijn ouders. Die hebben nog wat bestassen, want die komen pas eind volgende maand komen die. En dan ga ik die even ophalen. Dus ja goed, dan rij ik daar even naartoe. Ik heb mijn jas aan. Ik ga op naar de auto. Ik ben aangekomen, dus ik ga heel even naar binnen toe en dan zie ik jullie zo meteen. Ik ben zit weer in de auto en ja goed, ik was net hier en ze zei er komen mensen dat ophalen. Dus ja goed, dan hoef ik niet mee te nemen. Ik heb wel wat boekjes en zo. Dat ga ik meenemen, dat mag ik meenemen. Dus wat verdaan en zo, dus wat voetballen en dat soort dingen allemaal. Dus maar goed, in ieder geval, ik ga er weer vandoor. Ik ben weer thuis en ze zeggen neem dat maar mee. Hebben jullie wat chocomel te drinken? En Daan heeft wat boekjes gekregen. En ik had nog zo wat lege blikjes, kijk. Dat is wel leuk. Wat heb je nog meer? En nog een leuk puzzelboekje. Ja. Ja, dat had hij gekregen en ze waren hier aan het kleuren. Maar goed, ik zie dat het tijd is om te gaan eten. Wat gaan we eten? Dat zien jullie zo. Ik heb me de jas weer aangedaan, want ik ga even wat eten halen. En Linda gaat even de tafel opruimen. Daan wil met mij mee. Dus toedeloe. Wij zijn bij Holka zijn we aangekomen. De frituur, maar het is druk. Moet even wachten. We hebben besteld, dus we moeten nog even wachten. Ja. Zit hij heerlijk op de bank. Yes. Ja. Nou, bestelling hebben we. Ik ga het in de scooter zetten en dan gaan we richting huis. Ik ben thuis, dus we gaan heerlijk lekker frietjes eten. En dan gaan we dat genieten. Ja. Ja. Dus, eten. Wij hebben heerlijk lekker frietjes gegeten met lekkere snacks. Ik had een grote frikandel had ik. Was best wel lekker. En ja goed, we hebben heerlijk gegeten. Linda had een kroket. En was op en top. Dus in ieder geval, ik ga de boel ga ik hier opruimen. De aanrecht gaan we even schoonmaken en dat soort dingen allemaal. En dan is dat weer over weer schoon. Yes! Tada! Alles is er weer. Picobello in orde. Dus dat is alweer klaar. Linda is zich boven aan het douchen. Daar gaat zich dadelijk douchen. Ik ga me daar heerlijk de pyjama aandoen. En dan, want ik heb de aanrecht ook weer even mooi schoongemaakt. En de vaat zit ook wel aan. En dan ga ik bij deze de vlog ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Namens mij,
Daan en Linda. Dag Daan. Hij is televisie aan het kijken. Doei. Hij is lekker aan het puzzelen. Ja, woorden zoeken voor hem. Dus in ieder geval, toi 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 en tot morgen in een gloednieuwe vlog. Oh ja, en druk even op die abonneerbutton. Like deze video en druk op belletje. Dan blijf je van alles op de hoogte. En als je lid wilt worden, lees even de beschrijving. Dan kom je er vanzelf uit. Dus, toedeloe. Het is voor een klein bedrag. Doei, tot morgen.